Nee, wat gaat hij doen? Wow, ik schrok me kapot, hé. Je zit in de auto op weg naar waar je ook naartoe moet. En in één keer moet je vol in de ankers, omdat zo iemand in één keer zijn auto voor je gooit. Omdat je er anders in zou klappen. Iedereen die auto rijdt heeft het wel eens meegemaakt. Wegpiraten op de weg. En sommige mensen hebben een dashcam in de auto. Ik denk dat jullie wel weten wat een dashcam is. Wordt voor je het niet weten. Het is eigenlijk een soort vlogcamera die je in je... Vlogcamera. Wij gaan kijken naar een compilatie met best wel heftige dashcam beelden. Oh wow, deze guy rijdt in best wel dichte mist zo te zien. En mist is sowieso link, guys. Matig altijd je snelheid met mist. Wow, yo, dat was een dikke botsing, hé. Nee joh, er knalt er nog één bij op. Zulke dikke mist, je ziet gewoon niet dat er iets stilstaat. Als je niet op bedacht bent, dan pof. Wat zit je er tegenaan voor dit weet? Altijd voorzichtig zijn met mist, guys. Gewoon op de snelweg, niks. Huh? Wat was daar gaande? Wat gebeurt daar? Was dat nou een aanrijding? Oh nee! Oh nee! Het was een aanrijding met een zwaan! Oh, dat is zo sad! Oh, zo link als zo'n beest op de weg loopt. Nou. Oei, what's going on? Iedereen ineens vol in de ankers. Wow! Wow, die had ik niet verwacht, hé. Iemand die klapte achter op die... Wat is het, een golf? Iemand klapte achter op die golf. Deed net zo'n pit manoeuvre die je wel eens ziet in politiefilms. Alleen ging dit wat minder goed. Ouch. Zo. Wow, ik schrok me kapot, hé. En de bestuurder waarschijnlijk ook. Iemand klapte er vol achterop dus. Oh, dat is zo link, hè. 2010, dat is al een tijdje geleden te zien. Oh, dat invoeren ging niet zo lekker met die Fiat 500 zo te zien. Nee, wat gaat hij doen? Huh? Oh nee. Wat gaat hij doen? Huh? What the fuck? Wat? Wow, dit is wel echt even heftig hoor. Deze guy, hè, die ging naar links. Like, die guy met die dashcam, die reed gewoon rechtdoor op de linkerlijn. En ineens die Fiat 500 ging zo bang. Je smasht hem zo tegen de zijkant aan. Dat zien jullie toch ook, guys? Oh, dat escaleerde echt mega snel. What the heck? Hé, wat? Is dit nou de politieauto? Ik mag hopen dat dit de politieauto is, anders hebben we een groot probleem te zien. Wow! Zo, wow! What the heck? Zo, hey, dat was echt heftig. Wow! Op de treinbaan! Die auto vloog gewoon finaal de lucht in, vanaf de snelweg naar de treinbaan. Maar dit was een politieauto, toch? Een kangaroo! What the fuck? Hoe komt die kangaroo nou weer naar? Toch weer een stukje positiviteit, toch? Wat een beestje. Zo! Iemand reed daar waarschijnlijk door rood. Er zit een grote vibe in de auto met de muziek hierop, toch? Niks aan de hand hier. Wow! Waar komt die vandaan? Inderdaad, waar komt die vandaan? Het was gewoon net zo'n real life glitch gewoon, weet je wel. Wanneer je gewoon rijdt, er is niks en in één keer, bang, er is iets. Zoals je ook wel eens op video's ziet, toch? Gewoon van die real life glitches die zijn vastgelegd. Ja, heftig, heftig. Wow, yo. Wow, dat is wel echt een zieke crash, joh. Even. Hoe gebeurt het? Hoe kan het? Deze guy rijdt, zo te zien, veel te hard op een parallelweg. Met een lekker muziekje op. Wat kan er nou eenmaal misgaan? Wow. Wow, dat ging nog maar net goed, hé. Zo. Oké, gaat rijden. Hij is gewoon op een kruispunt, toch? Ah, no. Dat was net zo close als de laatst. Nee, joh. Nee, joh. Nee. Wat? No way. Wat gebeurt hier? Die guy werd verdrongen naar de rechterkant en toen ineens plop, zo de plomp in.
even. Dat is wel echt heftig. What the heck? Nou, met een klapbandje zou mooi doodrijden. Dat lijkt me toch wel sterk, toch? Nou, dicht aan de situatie. Oeh. Ja. Speaking of the devil. Ik hoop dat ze allemaal oké zijn in de auto, though. Wow. Be safe. Een ongeluk zit in een klein hoekje, guys. Anyway, zullen jullie meer zien dat ik reageer op dashcambeelden? Laat het weten. Laat een duimpje achter. Druk even op de abonneerknop. Druk gewoon op joh. En druk gewoon echt op de knop. En dan zie ik jullie bij een volgende video op mijn kanaal. Laters!